De nieuwste film genaamd Suriname. De film is afgelopen zaterdag voor de cast en crew en genodigden in TBL Cinemas in première gegaan. De film is vorige week donderdag in Nederland in première gegaan. Volgens de acteurs Rodney Glunder en Cyril Guts is deze première een hele andere ervaring. Het is altijd bijzonder om een première in je moederland mee te maken, zegt Glunder. Guts geeft aan dat Suriname op zo'n manier in het buitenland wordt uitgedragen. Maar dit is speciaal. Ik ben in Suriname, ik ben in mijn land, ik ben tussen mijn mensen. Ja, ik ben benieuwd wat ze van deze film vinden. Het is gewoon prachtig. Ik ben vaak geweest hier en toen ben ik een tussenperiode van 5 jaar. Ben ik vorig jaar geweest, heb ik 6 weken gefilmd hier. Ik heb echt 6 weken moeten bikkelen hier zo. Samen met deze man hier en met de hele crew en cast. Ja, en nu zijn we eindelijk hier om het te vieren. Het kon niet mooier. Ja. Zeker, zeker. Echt blij om hier te zijn. Ja, echt blij om hier te zijn. Een film die Suriname heet. Dus we moeten natuurlijk ook hier in Suriname zijn. Ja. Want we representen Suriname helemaal aan de overkant. Maar ook hier. En ik verheug me op het feestje. Je weet, Surinamers, als ik je zeg, staan voor heel veel positieve dingen. Maar één ding wat zeker is, wat je niet kan ontkennen, is gezelligheid. Dus die liefde, die lobby wil ik delen vanavond. Ook voor producer Rodney Leisner was het een heel bijzonder moment om de première in Suriname te mogen meemaken. U hoort ook de hoofdrolspeler Rodney Sheukalam, die zegt deze film aan de Surinaamse samenleving aan te raden, omdat het een andere kant van Suriname laat zien. De mensen moeten deze film zien omdat het echt een mooie film is. Ik denk dat ons team, je doet het natuurlijk bij lange na niet alleen. Je hebt de regisseur, je hebt cameramensen, heel veel lokale mensen die aan de productie hebben gewerkt. En wat zij hebben gedaan is Suriname op een manier gefilmd zoals Suriname nog nooit door iemand ooit gepresenteerd is. Als ik het gewoon zo mag zeggen. En de mensen gaan beelden zien van Suriname en gaan zeggen, oh wat is ons land toch mooi. En daarnaast ook de storyline, de acteurs met wie we hebben gewerkt, alle lokale acteurs. Ja, ik zou het ook gewoon zonde vinden. Ook had ik niet meegewerkt aan deze film, zou ik het zonde vinden om thuis te kijken. Want dit is echt een ervaring die je in die bioscoop moet meemaken. Nou, voor mij is het nieuw. Niet zozeer Suriname, maar wel natuurlijk deze film. Want bij de eerste film was ik niet betrokken. Maar echt mega bijzonder. Het is spannend en ik moet het nog even allemaal laten verwerken, maar wat ik eigenlijk naar benieuwd ben is hoe de mensen vanavond gaan reageren. Als we kijken hoe lang het hele traject heeft geduurd, nou ja, ruim 1,5 jaar. En dat is dan redelijk snel, eigenlijk heel erg snel, als je kijkt naar de grootte van de productie. Rodney Leisner, producer, en daarvoor Rodney Sheukalam, hoofdrolspeler van Suriname, de film. Deze is afgelopen zaterdag voor de cast en crew en genodigden in première gegaan. Voor het kijkerspubliek is de film vanaf vandaag te zien. In Nederland wordt het in 31 bioscopen afgedraaid.